verhaaltje vertellen. Er was eens een hond en een kat. Die gingen vrienden worden. Maar ze kregen toch weer ruzie. En toen kwam Tariq, Dylan, Ted en George. Vier mensen. Die nemen die hond en die kat mee naar het hondenziekenhuis. En de kattenziekenhuis, dierenziekenhuis. Ze gingen die hond en die kat in een apart kastje zetten. Toen kwam er een vrouw die vraagt: mag ik die kat? Die kat had buikpijn bij het thuis. Kon niet slapen. Hij krijgt 5 babytjes. Die hond kwam erbij en 3 katten at hij op. Toen kwamen er weer Tariq, Milo, Ted en Georgie. Die namen die hond mee. Ze halen die kat, 3 katten eruit. En die bracht ze terug naar het een vrouwtje kat. Ze waren weer allemaal bij elkaar. En de honden en katten mochten niet meer bij elkaar in het huis. Einde.